Kinderparadijs Intertoys Tiel, goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt met Marcus. Spreek ik met Intertoys in Tiel? Ja. Mijn zoon van 16, die heeft onlangs bij jullie Monopoly gekocht. Ja. En hij kwam thuis, maar wij gingen dus een bordspelletje spelen. We gingen dammen. En ja? Toen kwam ik er na een tijdje achter dat, dat mijn zoon dus dacht dat dat Monopoly was. Dammen? Nou, mijn zoon dacht dat, dat toen wij gingen dammen, dat we Monopoly aan het spelen waren. Ja, wat wil je nou dat doen? Nou, wat dus bleek is dat er in Monopoly verpakking dus een dambord zat. En dus geen Monopoly spel. Alleen mijn zoon die kende geen Monopoly en dacht dus dat dammen Monopoly was. Nou, zo is gek, heb ik nooit gehoord dat dat erin zit. Nee, dat is inderdaad heel vreemd. Ik kwam daar ook achter. Want ik dacht dat mijn zoon die wilde Monopoly spelen. Ik denk, nou ja, we gaan dammen. Dat klopt helemaal niet helemaal. Maar mijn zoon dacht dus echt dat dat Monopoly was. En nou denk ik van, ja, ik wil het eigenlijk weer omruilen. Maar mijn zoon is heel erg tevreden met het spel, blijkbaar. Oké. Okay. Dus wat adviseert u mij? Dat ik het spel toch omruil voor Monopoly, of dat we toch maar een potje gaan dammen dan of zo? Ik ga jou Edwin zelf even geven. Die kan het makkelijker beoordelen. Is goed, bedankt. Ogenblikje. Goedemiddag, je spreekt met Edwin. Goedemiddag, je spreekt met Marcus. Mijn zoon had laatst Monopoly bij jullie gekocht. Ja. Toen gingen we dus een potje Monopoly spelen, maar we gingen eigenlijk een potje dammen. Maar mijn zoon dacht dus dat dat Monopoly was, omdat er in het verpakking zat een dambord in plaats van Monopoly. Oké. Maar mijn zoon wist helemaal niet wat Monopoly was, want hij dacht dus dat dammen Monopoly was. Ja, ik lag zelf ook in een deuk. Dus ik dacht bij mezelf, ja, wat moeten we nu doen? Want hij vindt het wel heel leuk, dammen, om te spelen. Maar ik denk zelf van ja, misschien moet het toch omruilen voor Monopoly, want dat wilde hij eigenlijk kopen. Ja, maar ik begrijp het alleen niet helemaal. Je hebt een Monopoly doos. Ja? Waar dammen in zit. Ja, dat was heel frappant. En mijn zoon dacht dus dat dammen Monopoly was, omdat hij nog nooit Monopoly eerder had. Ja, nee, oké, dat zag ik al. Maar ik zag alleen niet dat een dambord in een Monopoly-doos zit. Nee, ja, dat begrijp ik. Ja, ik vond dat dus ook heel vreemd. Ik heb dat nooit eerder gezien, want ik heb vroeger zelf ook... Nee, het zijn sowieso twee verschillende leveranciers, dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is het vreemde juist. Ik vond het ook heel raar. Maar de vraag is, heeft u nog een bonnetje? Ik heb zeker nog een bonnetje, of mijn zoon heeft eigenlijk nog een bonnetje. Dan kan hij daar mee terugkomen, dan gaan we even kijken wat er aan de hand is. Ja, dat kan wel, alleen mijn zoon die wil graag dit spel houden, want hij vindt blijkbaar dammen heel erg leuk. Ja, maar dan moet alsnog, ja. Maar wat is dan nu uw vraag? Nou, ik vond het gewoon een beetje raar, omdat ik zoiets nog nooit eerder heb gezien. Nee. En, maar mijn zoon die is blijkbaar wel tevreden met het spel, maar hij wilde dus eigenlijk Monopoly. Ja, maar ja, dan eigenlijk even, sowieso dan even terugkomen. Ja, we kunnen niet gewoon het spel zo houden? Ja, je kunt het spel wel houden, maar misschien heeft u wel te veel betaald voor Monopoly, terwijl het dan wel goedkoper is. Nou ja, inderdaad, daar heeft u een punt. Hoeveel heeft mijn zoon betaald? Ik denk iets van 20, 30 euro voor Monopoly. Ja. En volgens mij dat is dan wel een duur potje dammen, of niet? Dat is een duur potje dammen, ja. Ja. Maar ja, dit is heel raar, want mijn zoon is echt helemaal fan van dammen. Ik heb nog nooit gehoord dit. Nee, maar mijn zoon is echt helemaal fan van dammen, blijkbaar. Dus ja. Oké, nou, dat is mooi op zich. Ik zat te denken, zullen we dat maar gewoon zo laten? Want als mijn zoon er tevreden mee is, why not? Ja, voor mij mag dat natuurlijk. Ja. Alleen misschien kunt u wel even nakijken of in die andere Monopoly. Ik heb de bon nodig. Ik moet weten wat er gescand is. Ja, daar zal ik u nog even over terugbellen dan. Die heeft mijn zoon namelijk. Ja. En in ieder geval, ik dacht ik geef het even door. Want ik heb nog nooit zoiets gehoord. Nee. Nee. Nou ja, goed. Ik hoor het wel als u weer belt. Oké, is goed. Fijne dag nog. Ja, goed zo. Doeg. Dag.